Op vakantie in Mongolië, in de Gobi-woestijn. Ik heb interesse in onder andere in deren, ook in peert. En dan zag ik peert met een tijgertekening. Ze wisten dat bij bepaalde soorten hun oog zoes. En dat had ik nog niet gezien. En dan heb ik dat later opgezocht. Dat bleek heel zeldzaam te zien bij peert. En ik dacht, gisteren ook naar de Gobi-woestijn in de kier. Dan probeer ze een paar van die peer te vinden en dan wandelt ze door dat prachtige landschap met die uitgestrekte steppes en die sneeuw op die berg. Dan wandelt ze een hoes en toen wordt hoes, heb ik dan nog eens even gedacht. Ik dacht, nee jong, dat is het te uit, dat moet Russisch spreken. Hè. Ik heb toch allemaal de Russisch sprekende gebieden. Die lui zijn corrupt, die officials daar. Dat moest niet doen, joh. Er is geen infrastructuur, is die gek gebeurd. En toen heb ik gedacht, ik doe dat in West-Europa. En toen heb ik bedacht, ik loop van het uiterste zuiden van Europa naar het uiterste noorden. En dat is dus van Tarifa in Zuid-Spanje, vlakbij Gibraltar, naar de Noordkaap in Noorwegen. En ik google, maar dat is dus ook al gedaan door lui. En ik wou toch een beetje origineel zijn en niet wat anderen al gedaan hadden. Toen dacht ik, dan nodig met een peerd en een hond. En dat is de toevoeging die ik dan breng bij een... Je hebt wat al gedaan is. Harry Huibe, de huisarts uit Mechelen, wordt weer even heim in Kottesse, met al zo'n 3000 kilometer in de been. Even een paar kilo's bijkomen en even er tijd nemen om te overleggen wie het nou weer gaat. Na de start in Tarifa vuurde er toch de vier oude routes zoals de Spaanse Via de la Plata en de Grand Randonnée in Frankrijk naar Kottesse voor een tussenstop. Ik wou er ook een moeilijkheidsfactor, zo noem ik het altijd, inbouwen. Er lopen ongeveer 500.000 lui per jaar, 500.000 naar Santiago per jaar. En dan dacht ik van, ja, dan gewoon, ik ga doen wat al 500.000 lui doen, dan ben ik de 500.000 en eenste. Dat wil ik niet. Ik wil het origineels doen, het bijzonders doen. En nou, zo kom ik dus erbij om dit traject te doen. Dat is 7500 kilometer. 25 kilometer per dag. Ja, en dan met een peer en een hond. Eigenlijk om te ervaren wie dat vroeger was, wie pelgrims dat deden, wie handelslui dat deden 100, 200, 500 jaar geleden, wie legers dat deden met de cavalerie. Goed eens ervaren wie het is om met een peer te trekken. En de hond dan voor het gezelschap. En ik moet zeggen dat ik daar wel veel van geleerd heb, ja. Het wordt erg eenzaam, maar dat wordt doorbroken dus door lui die soms met wandelen. En het wordt doorbroken als ik s'avonds ergens hoor. Ik hoor ook dikse lijn s'avonds hier en een pelgrims onderkomen, al bijna altijd de lijn. Maar ook bij chambre d'hôte noemen ze dat, hè, bij de breakfast. En ja, dat is leuk, dan schuift aan, een toffel bij een boer, bij
weduwe bij een uitvruiken van 85. Bij een gezin met jong kinder. Ja, en ik kan me redelijk helpen in het Frans, dus dat was wel heel leuk, ja. Ja, weet je wat er met die pony wordt? Dat, het voordeel is dat heel mijn bagage droog. Dus ik had geen bagage en ik kon ontspannen lopen. Met nadeel is, je krijgt geen onderdak. Dat vond ik het goedste nadeel. En als je de onderdak krijgt, moest je hem vastbinden aan een pol. En op zijn dik zwienig te vreten voor het deer. Dus dat vond ik niet ideaal. Of in een tuin, ergens, bij lui. Maar een ander nadeel wordt, de kunst die route niet goed bepalen. Mijn route, dat waren de pelgrimsroutes. En door dat peert, die pelgrimsroutes die gaan door stei, langs kathedralen. Ja, daar kon ik met dat peert niet doorheen. Ja. Door drukke winkelstroten. Ja, ga maar eens met een peert met bepakking en een hond een drukke winkelstrootje. Daar word geen plots op de trottoirs. Ik moest over de wegen dik lopen. Peert, dat wou op hol slaan een paar keer in een stad. Er schrikt toch voor vrachtwagens. Dus dat is waardeloos, ja. Nou, die gaan voor het bike in zoeken, hè, Tosca. Wat is er dan? Ik vind dat voor hij maar prachtig woenen, werken, leven. En als ik nu weer terug ben naar zo'n tocht, dan denk ik van wat een zegen is om mij te mogen woenen en werken. Hè. Ik vind in Zuid-Limburg heel prettig toeven, ja. En ik hoop dat ook altijd zo blijft. Kom, ja. Hop. Kom. Kom eens hier. Zit dan. Kom, ja. Hier. Het halster is kapot. Dat heb ik al wel in. Je hebt glans. Dus het is een bos. Nou, dat kan niet meer in de zon. Daar is niet gebeurd, zoals we zitten onder de drek. En die twee die gewoon goed samen. Als ik dan smeurigens kom met een hond, dan rennen die twee op elkaar touw en dan ze begint dan te hinneken. En is de zuurste dat ze toch vertrouwd zijn met elkaar. Ja. En weer sowieso, hè, weer zijn vriendjes. Hè, jong. Hey. We zijn intussen een team geworden en ik denk dat ik onder de deur kan slopen. Ja. Dat is gans eigen. Maar het liegen is dat bedij is, maar potverdorie nog. Dat loopt dus 24, 30, hey. 24, 30, soms nog meer kilometer per dag. Berg op, berg af. Door de grootste hitte in Zuid-Spanje. Dat was echt 40 graden in de zon. Maar ook door de vrieskou, door water, over bruggen. Kom eens hier, hoefje. Maar nu is het een beetje meug, geloof ik. Hè? Dit inspireert toch niet echt, hè, jong. Kom eens wandelen, kom eens kijken. Dan ben je weer wakker. Zo, ja. Hoppa. Ik zeg eerder keer, het is hemelhoog jauchtend zum toden betrübt. Dan loopt ze door zijn strot en dat peert krijgt ze niet gehouden. En de lui zijn bang en de hond begint om heen te rennen omdat hij weer bang is voor het peert. En op die momenten tenminste. En dan loopt ze door en denkt ze, potverdorie, wie kom ik in gods hier naar uit? En als er dan s'avonds weer ergens onderdak is en een hond daar ligt ergens en de peer is verzorgd. En dan zit ze lekker met zijn gezin aan tafel. En dan denk ze, jongens, dat hebben we wel zo'n gedaan. Hè? En dan is morgens gisteren weer op weg en het wandelde dus ook lekker. Maar ja, dan zo'n middags begint ze weer te denken, verdorie, hoe kom ik vanavond uit? En heb ik wel verzorging voor dat peert? En heb ik voor dat hond gehad? En zou er wel een douche zijn? En is er wel te eten? En ja, en als dan de dingen tegen gaan zitten, dan best het zo'n toden betrupt. Ja. En dan loopt ze langs een verkeersweg en de auto's die racen langs degeen. Of dan komen ze over een brug met vangrails, hoe ze niet tussendoor pas. Ja, dan op een gegeven moment gisteren midden op de weg lopen, dan moet het verkeer maar wachten. Ja, dan zijn ze allemaal aan het toeteren en gebaren aan het maken. Ja, dan baalt ze. En het wordt winter, ijskoud, regen, sneeuw soms. Nou, dan baalt ze wel, ja, dan hebben ze honger. Maar ja. Als de dag dan weer voorbij is, dan triomfeerst weer. Hè? Dus hemelhoog jauchtend zum toden betrübt. Ja. Ja. Ik
ik in de kerk vroeger zongen van niemand leeft voor zichzelf. Dat komt weer eens een keer in mijn kop weer op. Dan denk ik, als dat alleen maar voor zichzelf is, dan is ze de weg. En als lui metlopen, of als lui de blog lezen, of als er reacties komen, of als ik eens inspireren, dan heb ik de indruk dat ik het niet alleen voor mezelf doe. Ja. Ik doe het natuurlijk voor mezelf, maar niet alleen voor mezelf. Ik doe het ook voor diegenen die het boeiend vinden, die het inspirerend vinden. En als er stap met twee zijn, of het is een van mijn kinderen of kleinkinderen straks, oké, dan is het niet alleen voor mezelf. En ik doe het voor mama Alice. Hè. Dat moet ik natuurlijk op de allereerste plaats zeggen. Mama Alice is een bijna persoonlijk doel geworden van Frederik Kalle. Frederik Kalle die ontzettend begaan was met het lot van straatkinderen. En door een toeval komt ze in Peru terecht en is ze sinds 2002 straatkinderen aan het helpen. En dat is in feite wat mama Alice doet. Vrouw het geluk om Frederik Kalle tussen haar drukke werkzaamheden durf te spreken in haar kantoor in Maastricht, voordat ze weer terugreisde naar Peru. Ik ben Frederik Kalle, ik ben van Oegruut, van Oorbeek. Ik ben nu 42 jaar en toen ik ongeveer 30 jaar was, kreeg mijn moeder, Alice, het bericht dat ze ALS had. En toen heb ik mijn baan, toen werkte ik in Maastricht. Ik had al heel veel jaren in het buitenland gewerkt, maar op dat moment werkte ik in Maastricht. Mijn baan opgezag om voor mijn moeder te zorgen. En na haar overlijden in 2004 heb ik besloten mijn eigen stichting te starten. Van wat er toen in die periode gebeld, werd ik gebeld door een vriendin van mij die in Ayacucho, Peru, woonde. En die zag, nou, ik heb gehoord dat ze een eigen stichting is gestart, nu moest ze in Peru naar Ayacucho komen, want het is in Noord heel hoog. En dat is ook zo. Het is een van de armste gebieden van gans Latijns-Amerika. Het is er oorlog geweest, met het licht in het pad. En daar ben ik met Marlies gestart, van werken nu met 650 straatkinderen. Die komen binnen iedere dag of huiswerk maken, of gewoon voor een praatje, of hulp krijgen bij hun drugsverslaving, of bij de situatie heim. Heel veel kinderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Voor zijn een organisatie die vooral zich heel erg richt op zo professioneel mogelijk te werken, met veel warmte. Al onze teamleden zijn Peruanen en die ook heel veel hotten van de kinderen en ook echt streven naar het bidste voor hen. Maar we zijn ook bekend door onze transparantie, waar we vorig jaar voor de tweede keer de Transparantprijs gewonnen in Nederland. En toen werd ik op een gegeven ogenblik gebeld door de dokter, door Harry. Jij zei, het is zo fijn om voor mama Alice te doen, want ik heb het idee dat ik voor Inge vertrouwen in heb, maar ook Inge, ja, een meisje wat ook mijn buurvrouw zou kennen zie, Inge van Oos. En dat voelt voor mij ook zo. Als het plat kan alleen al, dan had ze meteen al een bepaald contact met Inge. En ik heb er ontzettend veel bewondering voor hoe je dat aanpakte. Ik moet zeggen dat ik zelf ook niet twijfel zou toen ik vertelde. Ik dacht, maar wie kreeg dat nou voor elkaar? Dat is toch binnen onmenselijk? En ik lees iedere dag zijn verslagen, dat is hartstikke leuk, want dan zit ik in Peru. En ik heb het idee dat ik met de metrek zo, ieder schrift ook zo ontzettend leuk. En we zijn natuurlijk ontzettend dankbaar dat al die lui in Harry geloven, maar er ook in mama Alice geloven en gedoneerd hebben voor mama Alice. Nu die iedereen ook om ons jouw verslag te lezen, dan zien ze alle resultaten die we hebben, maar ook de moeilijke dingen die we tegenkomen. Zodat net zoals ver met Harry met leven, er dan ook met ons met kind leven in Peru. En ons kinderen ook een beetje, uw kinderen allemaal werden. Door het te lezen wat we metmaken, hoe we tegenaan lopen en hoe we succesvol in zijn. Goed zo. Ja, de bedoeling is dat ik, als ik na dit jaar terugkom, ik heb een jaar uitgetrokken voor deze reis. En of ik dan weer ga werken? Ja, maar part-time. Ik ben nu in de 60, ik ben 63. En ik vind mijn werk eigenlijk heel leuk. Dus ik hoop weer, of de afspraken zijn dat ik weer part-time doorga. Ja. Ik vroeg me af tijdens die reis, wat zijn de basale dingen, hoe het allemaal om draait. Er moest een onderdak hebben.
Je moest eten hebben, je moest drinken hebben. Je wilt enige zekerheid hebben. Je wilt geen sociaal contacten hebben. Ja, en alle andere dingen komen dan nog. En dan denk ik, heel veel van die dingen zijn al verwezenlijkt voor de grote meerderheid van de lui in West-Europa. En dan staat me gaan niet bestil. Zoveel lui zijn ontevreden, maar als je een hoes hebt, of een onderdak, ik wil nog niet zeggen eigenlijk, maar een onderdak, hoe ze zeker van best. Dan heb ze eten, dan heb ze drinken, dan heb ze sociale contacten, dan heb ze enige zekerheid. Ja, dat zijn de zekerheden hoe het zich omdraait en de ganse rest is bovenbouw. Dus voor zijn ze gauw ontevreden, joh. En dan denk ik, wat zijn de belangrijke dingen? En dat zijn de belangrijke dingen, ja. En een tweede ding wat ik heb ervaren is, aardigheid kost niks. En het maakt het leven zoveel prettiger. Als de vriendelijk bent, krijg je de vriendelijkheid terug. En als de onvriendelijk bent, krijg je altijd onvriendelijkheid terug. En ik probeer vriendelijk te zijn en ik heb alleen maar vriendelijke lui. Het moet zelfs bij de politie en overal. Dus mijn boodschap is, lui, zit een beetje vriendelijk voor elkaar, help elkaar. En zit gastvrij en zit een beetje content alsjeblieft. So miss me, let me go. Is it the mouth with a book of spells? Time to waste on sorrow. So miss me, let me go. Ja, vandaag is het de 15e, hè, zondag de 15e. Ik vertrek vandaag zonder Peert. En ik heb eigenlijk besloten mijn tocht naar de Noordkaap vandaag voor te zetten, maar dan zonder Peert, alleen nog met een hond. Dat doe ik omdat ik met dat peert het Pieterpad niet volgen ken. Er zijn overal stegeltjes, heksjes, peurtjes, hoe ik met het peert niet doorheen ken. Ik heb 3200 kilometer met peert gelopen en nu loop ik nog eens ongeveer hetzelfde, maar dan zonder peert. En dan zijn ik ook wel een beetje overhoed. Het gaat minder uitstraling zonder zijn peert. Maar het zoene is, je hebt veel meer tijd voor in een café te drinken, met lui te moelen. Meer tijd voor gezelligheid. Ik ben veel minder tijd kwijt met op de iPad zoeken een onderdak van het peert. He, kunnen we overal bij een bed and breakfast aanbellen op een camping. Dus ik denk dat de gezelligheid meer aandacht krijgt, het sociale meer aandacht krijgt, het culturele meer aandacht. En daar kijk ik nog vooruit, joh. Goed. Henk, tot over een half jaar. Yes. Nergens is je schoen weer toe.